Huizen van de Nijmeegse Vorstenkamp 1744 tot 1754 hebben een stuk groen achter hun tuin, met bomen en een sloot. Dat klinkt leuk, maar zo denkt niet iedereen daarover. Verschillende bewoners van de straat hebben geklaagd, bijvoorbeeld na stormschade. En daarom hebben zij de gemeente gevraagd alles te snoeien en op te ruimen. En dat is nu inderdaad het plan. Patricia Goos woont ook in de straat en is heel erg tegen het kappen van de bomen. Al heeft ook zij de gemeente al een aantal keer gevraagd het stukje groen op te ruimen. Naar aanleiding van de brieven die ik van de gemeente heb ontvangen, met een voorstel erin, willen ze hier eigenlijk de hele boel gaan opschonen. Naar aanleiding van klachten die ze uit de buurt van de omwonenden hebben ontvangen. Dat het een flinke puinzooi is, er ligt veel bladafval, er liggen veel stenen scheven of tegels. Ik kan me daar heel goed in voorstellen dat het overlast geeft. Maar ik kan me niet voorstellen dat daardoor alle bomen zouden moeten wijken. En dat is wel, zoals het gesuggereerd wordt in de brief, de bedoeling. Dus dat het hele teluut opgeschoond wordt. Dat alle bomen gekapt worden. En dat alles dan met gras aangelegd wordt en wat struikjes. Ja, daar ga ik natuurlijk niet mee akkoord. Het zijn gewoon hele mooie oudere bomen al. Er zijn heel veel vogels die erin zitten. Ook vogeltjes die al wat zeldzamer zijn. Het onderscheidt ons ook een beetje van het kantoorgebouw wat hier direct achter staat. Ja, dat betekent dus ook dat mijn privacy wordt aangetast. En ja, je hoort het, het is hartstikke fijn om deze groenstrook te hebben. En ik kan me niet voorstellen dat het argument scheve tegels, overlast, blaadjes voldoende is om al deze bomen weg te gaan zagen. De gemeente reageert als volgt. Aan de Vorstenkamp 17e straat willen we het taluut opschonen. Daarvoor zijn een aantal redenen. Het waterschap wil de rand vrij hebben. Daarnaast zijn er klachten van omwonenden over bomen en is er sprake van een verrommelde openbare ruimte. We zijn in gesprek met bewoners over hoe we dat gaan doen. Bewoners zitten niet allemaal op één lijn. Als gemeente gaan we proberen om zo goed mogelijk aan de diverse wensen tegemoet te komen. Ik vind het ook heel bizar dat de Green Capital, zoals Nijmegen zichzelf graag noemt op dit moment, van plan is om gezonde bomen weg te gaan halen. Er ligt hier al zoveel grijs, dat stukje wat we dan aan groen hebben, zou dan moeten wijken. Dat kan ik gewoon niet rijmen. Inmiddels heb ik ook contact gehad met de buren. Ik begrijp hun standpunten ook. Daar hebben we net uitgebreid met elkaar over gesproken. Het is helemaal niet zo dat deze mensen alle bomen willen weg hebben. Terwijl dat wel een beetje zo voorgedaan is. Maar ze vinden wel dat de bomen die bijvoorbeeld dood zijn of die te dicht op het pad staan, dat die gekapt zouden moeten worden. En dat het gewoon netjes bijgehouden worden. Nou, daar ben ik het natuurlijk wel mee eens. Het moet gewoon netjes aangelegd worden en onderhouden. Dode takken eraf. En nu zegt de gemeente, ja, Rijkswaterstaat geeft klachten. En dat stukje is van Rijkswaterstaat, daar kunnen hun niet bij. Wij hebben de klacht dat we er niet bij kunnen, omdat de woonvereniging een poort heeft geplaatst. Dus het is ook een beetje een afschuif gebeuren aan het worden.